In het kader van het nader tot elkaar komen in zaken de grondrechtenkwestie, heeft de president van de Republiek Suriname, Desiré Bouterse, het traditioneel gezag van Suriname en hun gezelschap ontvangen voor een ontmoetingsdiner. Dit vond plaats vrijdagavond 17 mei in het Bamboo Green Garden restaurant. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en de pas beëdigde minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akimboto, waren ook deel van de delegatie. Vandaag zijn we hier, is een diner aangeboden door de president van de Republiek Suriname aan het traditionele gezag. Dat in verband met regulier overleg om over grondrechten te praten en andere zaken het binnenland rakende hier in de stad is. En de president vond het nodig dat zulke gelegenheden zich niet vaak voordoen, dat het voor velen een weerzien is, maar het is ook gewoonte. Van ons als Surinamers, dat we wanneer we bezoek krijgen, wanneer we gasten krijgen, dat we een natje en een droogje aanbieden. En natuurlijk is het ook goed, ook voor het staatshoofd, dat hij zijn oude vrienden weer ziet. Is deze avond volledig informeel of is er ook een moment waarbij de dignitarissen een formeel gesprek gaan hebben met de president? De dignitarissen zijn al 3 dagen in de stad. Degenen die in de gelegenheid zijn gesteld vanwege het drukke agenda van de president, heeft de president toch enkele van de grammans kunnen ontvangen. Dus dat is al gebeurd. Vandaag is relax, is vrije tijd, is gewoon babbelen. En praten over ditjes en datjes onder het genot van een natje en een droogje. De volgende stap is dat nu met name de technische commissies die bezig zijn met het grondrechtenvraagstuk nu naar de gemeenschappen zal trekken. Dus omgekeerd zal gebeuren waarbij natuurlijk je niet alle dorpen kan bezoeken, maar je gaat toch strategisch kijken waar je een agglomeratie van dorpen kan krijgen. En daar ga je dus de mensen bij elkaar roepen. Wat besproken is met het traditioneel gezag. Zij gaan natuurlijk het voorwerk doen, overbrengen wat hier besproken is. Maar natuurlijk zullen ook de commissies persoonlijk naar de mensen gaan, omdat de mensen zeer zeker met vragen zullen zitten, maar ook input hebben, want dat is bijvoorbeeld een van de voornaamste taken van ons bewustzijn commissie, die niet alleen informatie verschaft, maar ook input krijgt van de gemeenschappen, zodat we al deze info's en gevoelens en verlangens ook kunnen meenemen in het natraject. Het bezoek in Paramaribo kunnen we als heel vruchtbaar kwalificeren. We hebben de gelegenheid gehad om natuurlijk aan tafels te zitten met nagenoeg het heel binnenland. Het komt niet vaak voor. En natuurlijk zijn er werkafspraken gemaakt. Ook afspraken ten aanzien van wanneer we elkaar weer ontmoeten, waar we elkaar kunnen ontmoeten. En natuurlijk ook zaken het binnenland rakende. Dus het is heel vruchtbaar geweest en hangt af waar men naartoe gaat. De beschikbaarheid van vooral luchttransport met de vele regens. Zijn er wat vliegvelden ook die zijn afgekeurd nu. Dus morgen beginnen de delegaties inderdaad weg te trekken. Maar we denken dat het door zal gaan een paar dagen daarna. Ik kan zeggen dat ik nu een prins Parisani. Tak a president, a edeman van Kondre, en meteen aan een traditioneel gezag, zo boe Alantif Boes Kondre. En aan Boensani, tak Alantif Boes Kondre, lek van we taki effiti. Dat we taki je plegen overleg, nanga Alantif, foto's uit elkaar, granlanti, foukan fiti, want we is vijf draaien naar Lanti, en naar Lanti, echara Kondre. En teden, bigil a granlanti, nanga Alantif Boes Kondre, fiti, dat nou een heer Boensani, en we kan tegen taki, den DDC, na boefur tori san kong na taki en san fiti fiti en lek fou we taki we meku taki meku fiti dat we doen. Laten we praten, overleggen en dan uitvoeren. We baren las maar van dit neti special to de Gramang de captain Basha de bakaleiders en natuurlijk de smart voor kabinet de minister. Alas masanja so me baru. O di sore kung tapang ito ako dati. Si. Saan na audulen fu dineti? Me bakrepel dat te
ook is een occasie voor een foto. Dat de basis maakt van abakelegenheid. Vertakt naar een hoogste gezag. Maar het is ook dan ook moeilijk zodanig. Waardoor een occasie nog doet zich voor een maand. Ik hoop in elk geval dat de bedoeling voor Akkof Uno dat alles aan zeer succesvol en dat ik zo'n occasie baka, waarom alles aan Fabinderland begin, ook zo'n occasie baka voor Shimakandra, Trawana, baka om een jaar, Yoshiu Serefi baka. Ik heb een aantal ook toe dat het makkelijk dan we zouden een chihuahua of een chihuahua die terug zijn. Maar ik begrijp dat alles maar is bekamen, dan heb ik ook een taboe en ik heb ook afgelegen. Maar daarom heb ik mijn waardering. Dat ondanks Ashat Kari toch zo mijn smaak is aan occasie voor gewoon te denken aan Makandra. Nou aan vrijheid, nou aan het even relax, nou aan het voor een jong drinken was aan die. En wat je dat denk ik, hoe goed om ze hebben. Maar dat als ik de wou precies niet. Volgens mij taboe. We accepteren je van dat ook toe. Dat het nou minder is. Dat alles aan het boom. En dat dadelijk alles aan het rondaf. Gevaarlijk boom. En kan je die zetten van bijdragen ook toe. Voor collega's op Makandra. Tien zorg maar op betere. We willen zo dadelijk van. Presidentie en kan het dadelijk contact komen voor elkaar. Dank u wel.